Welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Ik weet dat de serie vanaf aflevering 1 is begonnen met dit pretpark, maar we zijn al heel veel afleveringen verder met Disney Unique, het pretpark waar ik aan bouw. En de vorige aflevering hebben wij gebouwd aan de Piranha. Nou, hij heet natuurlijk niet de Piranha, maar het is wel een soort idee. En mensen hebben gevraagd, mogen wij een onderrijd doen in deze attractie? Nee, dat mag nog niet. We gaan eerst nog wat thematiseren voordat we lekker erin gaan. Nou, zoals je ziet, ziet het er best wel vet uit, de layout. Ik zal even met een boompje aanwijzen hoe het dan een beetje gaat. Je kan het zelf zien. Nou, waar het handje heen gaat, hier ga je doorheen. Dan ga je naar de overkant. Je maakt een rondje, je gaat hier langs. Je komt op de beneden verdieping, je gaat eronder door. Je komt bij het laatste stukje en daar word je nog omhoog getakeld. Een klein beetje saai ziet het er nog uit. Ik weet het, ik moet er nog gaan aankleden met boompjes en ditjes en datjes. Maar misschien moeten we eens kijken naar een station. En een station wil ik wel graag overdekt, want ik vind dit er zo simpel uitzien, weet je wel. Echt gewoon heel simpel. Ik zat zo te denken, misschien kunnen we beter iets van Tokio terug laten komen in deze attractie. Omdat dat misschien wel veel vetter is. En daar kunnen we misschien wel wat gaafs van maken. Dus ik dacht, misschien kunnen wij wel het een en ander plaatsen van dit gebouwtje wat ik hier heb. En dan maken we hem zoiets. Ik heb hem gewoon neergezet hoor. Zomaar uit het niets. En misschien kunnen we er nog eentje naast doen. Dat het net lijkt of het een groot gebouw is. Ik denk dat dit er wel leuk uit gaat zien. Als we het nog een beetje verder aankleden natuurlijk. Want er zijn een aantal dingen zoals die bordjes, die hebben we niet echt nodig. Die staan dus hier aan de zijkantjes. En dit zijn allemaal voorgemaakte gebouwtjes. Want ik ben heel slecht in stations. En dan duurt de serie echt te lang. Dus ik heb zoiets van, nou, we maken wel iets vets. Kijk, ik haal gewoon wat dingetjes weg hier. En dan op een gegeven moment dan ziet het er wel realistisch uit met de baan. Kijk, dit is gaaf. Dit zou gewoon kunnen, dit. Oh, en binnenin is natuurlijk... Ja, dat moet nog even fixen. Dit moet natuurlijk open, dit. Ja, jullie snappen het allemaal wel. Moet je kijken. Dit ziet er toch fantastisch uit. Daar kom je dus uit. En binnenin moet ik dus even gaan speuren. Hoe komen wij het makkelijkst binnen in dit huisje door dit weg te halen? Even kijken. Misschien kunnen we het op deze manier doen. Ja. Kijk, en dan halen we deze laag weg. Dan is het enige wat we nog moeten weghalen deze twee. En aan de andere kant hebben we dat nog een keertje. Zo. En dan halen we die ook weg. Kijk, dan krijgen we dan... Want dit staat natuurlijk niet... Ja, realistisch. Dus als het goed is, zie je nu een soort van stationnetje. We kunnen binnenin nog wel wat thematiseren. Zoals je ziet, ziet het er leuk uit. Misschien als ik dit in het midden nog even weghaal, dit. Dat het er dan misschien wat beter uitziet. Dat het meer één geheel is, weet je wel. Het moet ook uiteindelijk één geheel worden. Maar ik had zoiets van, het lijkt net een scheiding, weet je wel. Oh, wat heb ik weggehaald? Ik heb iets weggehaald wat niet weggehaald moest worden. En dat heb ik dus nu wel gedaan. En dat is... Ai, 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 ai. Dat is hier dus een stukje... Nou, dan halen we deze ook weg. We zien nog wel wat we daar doen. De ingang naar uitgang. Ik moet dit ook weghalen, want dat zou natuurlijk niet eruit zien als dit niet open was. Huppakee. Nou, dat is leuk. We kunnen ook die kleur nog veranderen, want ik vind zwart niet zo heel erg mooie kleur. Dus we gaan dat gewoon even aanpassen met een kleurke. Dan zeggen wij iets van bruin. Ik vind dat bruin wel terug mag komen in die... En misschien lichtbruin. Kijk, dan pakken wij dus even kijken het kwastje. Ik had het kwastje, toch? Ja, je moet ze allemaal één voor één kleuren nu, hè? Oh, gaat het er mooi uitzien? Ik weet het niet. Bruin. Het is wel echt een hele sombere kleur, hoor. Kijk, dit is al iets beter, vind ik persoonlijk. Nou ja... Ja, zullen we het nou wel doen? Zal ik het doen? Oh, ik heb het dak gekleurd. Oh, chips. Terug. Oh, dit is veel te groen. Deze kleur groen was het? Nee. Maar, oké, nou vooruit. Deze kleur maak ik gewoon een andere kleur groen. Ik vind het zwart zo lelijk dat het moet echt gaan wegwerken dadelijk hoor. Persoonlijk vind ik het er niet uitzien. Nou, deze kleur mag wel anders en deze mag ook lichtgroen. Dan gaan we eens kijken, want het station moet natuurlijk wel ja, van bovenaf. Dus we moeten sowieso gaan kijken hoe gaat dit pad hiermee? Ja, gewoon een trappetje denk ik. Simpel. Kijk. Zo, zo en zo. Nou, het komt mooi uit. Prachtig dit. Ik zou het zo wel laten, denk ik. Of we zouden hem zo kunnen doen. Dat je hier recht hebt. Hier naar beneden. Hier recht. En hier naar beneden. Het kan ook op deze manier. Ik denk dat dat nog beter is. Ja, ik vind het ook wat leuker uitzien met het hele decor. We moeten hier nog wat mooi decoreren natuurlijk. En hoe gaan we de uitgang doen? Misschien doen we dat wel hetzelfde mee. Dat we zeg maar hier in het midden ook wat maken of zo. Dat het... een geheel wordt. Of een plein of zo. Of dat je hier...
dat je hier wat kan doen. Dat we hier een soort van... Ja, ik weet het niet. Het is lastig dit. Het ontwerpen van. Misschien is dit wel leuk zo. Kijk hoor. Zo. Met laagjes. Ja, dat ziet er ook nog wel leuk uit, joh. Maar dan moeten we wel goed thematiseren, want anders ziet het er niet uit. Zo. Ik kan hem ook zo doen, trouwens. Zo. Perfect. En of we dit nou of we dit nou allemaal overdekken, dat weet ik niet. Het was al de bedoeling, omdat we natuurlijk die gebouwtjes hier, die sloten mooi aan, dat dak. Dus we konden het wel overdekken. Maar dan zou ik zeggen dat we tot hier moeten zouden overdekken. Dus waar mijn pijl nu zit, hier zo zouden we het dan moeten overdekken. En dan hier ook nog een stuk. Het is wel gaaf om ook wat boompjes neer te zetten. We gaan nu sowieso ook nog de attractie thematiseren met wat meer natuur. Dus gaan kijken welke boompjes zouden hierbij passen. Nou, zo'n struikje vind ik altijd wel persoonlijk wel heel erg mooi. En dat flirt ook wel op. Ik vind natuurlijk de ondergrond is heel erg donker. Maar dat heb ik expres... Ja, dat is nou eenmaal zo. Dat kan je niet aanpassen. Dat is die set. En daarom wil ik het gaan aankleuren met wat meer bloemetjes. En wat in de Japanse stijl, weet je wel. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Oh, wat een lelijke boom. Oh, die ga ik niet gebruiken. Zag je het? Hoe fel licht die was? Die zag er echt niet uit. Gaan we de volgende eens proberen. Dat is deze. Dat is wat... Die heeft wat... Ja, die heeft wel iets betere kleur. Zeg maar, wat realistischer. Kijk, en dit vind ik echt die Japanse bomen die je ziet. Met die kleur, met dat roze en zo. Ik denk dat dat wel een beetje dat Japanse feeling geeft, weet je wel? Ik weet niet wat dit voor boom is. Ik ga hem wel even plaatsen. Dan zien we gelijk wat het is. Oh, wat lelijk. Ongelooflijk. Waarom kunnen ze ooit zulke bomen maken? En dit vind ik trouwens ook een hele mooie. Waar stond die? De vines. Kijk, dat is wel leuk, want die kan je bijvoorbeeld hier aanhangen. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Maar als je nou op een gegeven moment hem hier probeert te plaatsen waar het kan. Even kijken hoor. Ik weet niet of die nou erop... Ja, nou ligt die erop. Kijk, dan kan je natuurlijk wel iets heel moois maken. Als je hem precies erop houdt, de muis, en dan control drukt. Kijk, dan kan je wel... Oh, dat ziet er wel heel gaaf uit hoor. En dat hoef je natuurlijk niet overal te doen. Oké, je kan het daar ook een beetje doen zo. Kijk, dit ziet er gaaf uit. Gewoon een beetje die extraatjes, weet je wel? Maar die extra's. Hier nog meer. Oh, dit zijn die gekleurde bomen die we moeten gebruiken. Nou, we moeten niet, maar ik vind het mooist bij dit Japanse thema. Want dat is uiteindelijk wat we wel maken, weet je wel? Dus ik ga sowieso deze bomen een beetje verspreiden over het veld. Het is natuurlijk hoe meer bomen, hoe kleurrijker het wordt. Waardoor dus wat een beetje de donkere kleuren vervallen van deze attractie. En ik zet er ook gewoon hier nog een. Ik zie trouwens, jullie zien het ook, dat ik hier nog wat ben vergeten qua gebouw. Hier zo. Hier kunnen misschien wat meer bomen staan in plaats van dat grond. Maar dat kunnen we dan natuurlijk dadelijk wel eventjes wat mooier gaan maken. Bosjes hebben we ook. Ik heb liever wat groter bosje. Anders krijg je van die hele kleine mini. Ja, het zou kunnen hoor. Kijk. Ik kan er wel een paar plaatsen hoor. Geen punt bij Kawaii. Zie je, het ziet er wel leuk uit. Dan hebben we nog meer bomen. We hebben deze boom. Dat is een wat andere boom. Die is wel wat kleurrijker, maar vind ik wel een beetje te druk. Dan hebben wij deze nog. Dat vind ik wel persoonlijk een hele mooie boom. Ook weer een roze is dit. En dan, kijk hoor. Oh, dit kan wel, denk ik hoor. Het is wel apart dat roze, maar dat heeft wel weer iets, vind ik. Kijk, die kunnen we ook hier plaatsen zo. Juist. Dat doet het hem. En dan doen we ook de witte dogwood. Het heet echt de dogwood. Wauw, aparte naam joh. Oh, wit. Ja, het zou kunnen hoor. Ik vind, ja, het heeft voor iets. Hier nog wat bosjes erop doen zo. Gooi je gewoon maar, die smijten we gewoon maar een paar keer neer. Dan ga ik niet bij elk dingetje van, nou daar moet er in en daar. Dat zou verschrikkelijk zijn om zo te bouwen. Moeten we gewoon een beetje klikken, hè. Rollercoaster is een beetje klikken. En dan kijken of het mooi is. En als het niet mooi is, dan flikkeren we het weer weg. Hier, oh, dit zijn ook mooie boompjes. Ja, zeker. Die gaan we sowieso hier ook plaatsen nog. Eentje, kijk eens. Ja, dat zijn die grote bomen hoor. Die heftige grote bomen. Misschien kunnen we daar ook eentje plaatsen zonder dat het die achtbaan raakt. Hier juist. En hier doen we er nog eentje tussen zo. En even kijken. Hier moet natuurlijk wel eentje op komen te staan. Misschien iets meer naar beneden. Daar, ja. Kijk. Het begint er al iets beter uit te zien, denk ik. Dat hoop ik in ieder geval wel. Dat er wel wat dat het wel verbeterd wordt, zeg maar. Dat je niet denkt van, Vincent, bouw dit. Maar het wordt er niet mooier op, Vince. Stop er maar mee. Hier plaats ik ook nog een paar zo. Hier plaatsen we gewoon een paar in het wilde weg. Daar moet je gewoon niet bij nadenken. Die moet gewoon klikken. Nou,
Nou, ik vind dat ik nog wel een paar van die gekleurde moet dadelijk zoeken. De hackberry is dit, de hackberryboom. Oh, dat is een hele groene boom. Of een beetje geel met groen of zo. Moeilijk te omschrijven wat voor kleur het precies is. Het is in ieder geval een boom, dat is duidelijk. Dat is belangrijk dat we dat weten, dat het een boom is. Kan ik hier nog een paar plaatsen? Kijk, het vormt nou al een beetje een geheeltje. Kijk, die kunnen we hier ook gaan plaatsen. Nog een boompje hier bovenop. En waarom plaatsen we er gewoon niet twee? Ja, dat kan ook gewoon. Je hoeft niet altijd met één boompje te doen. Zo. Hier hebben we serieus de Japanse meppel. Japanse meppel. Dat is echt een huge boom. Ik denk als we deze gaan plaatsen, dat we sowieso al gelijk klaar zijn met het hele gebied. Moet je kijken wat een grote boom, joh. Die kleurt ook lekker alles. Moet je kijken. Kijk, dan heb je lekker veel in je gebied zo. Hier ook wat. Lijken net bosjes. We kunnen natuurlijk ook gebruiken als bosjes, zoals je ziet. Kijk. Ik heb gewoon een boom in een berg gezet. En zoals je ziet is het toch wel een beetje een bosjes idee geworden nu. Misschien kunnen we hier ook wat meer mee doen. Hier zo aan het einde. Dat is ook nog best wel saai. Het mag ook wat dat een... Kijk, die plantjes mogen best wel een beetje over de baan heen lopen. Ik denk dat dat niet heel erg kwaad kan. Misschien dat deze iets te dichtbij staat. Misschien kunnen we hem hier plaatsen. Dat die... Kijk, dit is net één tikje eraf. Nog iets beter. Moet je kijken. Ja, die bomen die maken het wel hoor. Dit zijn echt van die volle bomen. Kunnen we hier ook nog wat van plaatsen. Iets hoger plaatsen voor die. En dan hebben we ook nog de magnolia. Dat is een beetje... Heeft dan ook een beetje andere kleuren. Ik denk dat dit maar een beetje vol maakt hoor. Want ik vond... Ja, in het begin zag het natuurlijk heel lelijk uit. Dat weten jullie. Met dat gedoe dat je die... alleen die bergen zag. En dat ziet er niet uit. Maar nu begint er dus een beetje een kleurtje in te komen. Vooral natuurlijk door die bomen. En natuurlijk kunnen we ook wel bosjes dadelijk gaan planten. Of doen we dat natuurlijk op een hele andere manier. Door gewoon bomen te laten zakken. En dan doen we gewoon dat gebruiken als een bosje. Maar kijk, je kan natuurlijk ook deze gebruiken. Dat zijn een beetje die kleine bosjes. Ik denk dat die vooral hier moet gebruikt worden. Ook bij die kleine stukjes. Kijk, dat mis... Oh, dit hangt nu in de lucht. Moet even goed plaatsen. Kijk, hier moet die. Kijk. Het oog weer gelijk wat anders, zie je het? Het oog gewoon... Ja, gewoon een paar plantjes erop, weet je. Het is een klein iets. Klein iets. Misschien moeten we ook iets van het Chinese thema laten terugkomen. Want niet alleen met de bomen, dat we zo'n gebouw pakken. Opslaan. Oh. Ik moet wel mijn melkje opdrinken, want anders dan wordt het niet lekker als het een lange tijdje staat. Dat moeten wij niet hebben. Nou, dan gaan we eens kijken. Wat hebben wij bij aangepaste constructies? Er staat vast wel iets van het Japanse thema. Dat zou heel mooi zijn. Want dan kan ik die gewoon even neerkletteren. Op de plek waar ik wil. Tokio. We zien hier Tokio. Maar ik denk dat het er echt heel gaaf gaat uitzien als we dit plaatsen. Kijk maar. Het is misschien overdreven om het daar neer te zetten. Maar ik het oogt wel iets. Ik vind het wel... Ja, ik hou wel van iets groots plaatsen in een park. Kijk, heel die hoek is nu gevuld. Hè? En het heeft wel iets Japans natuurlijk. Want we maken natuurlijk een Japanse attractie. Dat was wel duidelijk. Ik hoop dat jullie dat nog wel weten. Misschien heette de aflevering vorige keer Piranha. Maar dat was gewoon een geintje. Want ja, de mensen vroegen maken een soort Piranha attractie. Dus ik had zoiets van, ja, dat doen we. Dus daarom noemde ik hem ook zo. Misschien hebben wij nog iets van deze. Tokyo 7 heet het. Oh, die heeft zo'n lelijk bord. Oh, dan moet je van die lelijke borden op plaatsen. Zoals je zag met Frontier. Dan kan je een eigen foto erop plaatsen. Maar bij mij werkt dat niet zo goed. Ik heb het een keer geprobeerd. En heel mijn PC flipte me helemaal. Of heel mijn rollercoaster liep vast. En ik moest alles opnieuw opstarten. En eer dat dit park is geladen. Nou, dat wil je niet weten. Dat duurt ontzettend lang. Nou, zoals je ziet mist er een paar. Ik zag alleen een onderkantje. Die is niet goed. Die kan ik net zo goed verwijderen. Want ik heb die objecten niet. Ik heb hier nog een heel klein gebouwtje gevonden. Kijk, die heeft... Ik weet niet of het alleen een dakje is. Volgens mij is het echt alleen maar een dakje. Nou, dan kunnen we dat dakje kunnen op zich wel ergens opzetten hoor. Dat is geen punt. Maar het moet wel een soort van realistisch eruit zien. Kijk, ik kan het hier opzetten. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien uiteindelijk. Want ja, het ondersteunt op niks. Het ondersteunt op een bergje. Maar het kan wel. Ja, je ziet er niet veel van. Dan zou ik één boom moeten verwijderen. Dan zie je volgens mij wel wat meer. Er staan wat meer bomen voor eigenlijk. Zonde, want... Ik denk dat het er best wel heel mooi uitziet. Maar als ik te veel bomen ga weghalen, dan oog het weer zo kaal. Dus ja, zo ziet het wel iets beter uit. Ik probeer er gewoon wat objecten te zoeken en te plaatsen. Maar het is best lastig nog. Misschien dat we op deze berg wel zo'n dakje kunnen neerzetten. We hebben nog veel meer, maar heel veel objecten doen het niet. Dus ik moet heel vaak gaan kijken van welke doet het. Verschrikkelijk. Misschien kunnen we nog wel zo'n visa plaatsen of zo'n building.
Zo'n building hebben we natuurlijk staan bij de ingang van het gebouw. We kunnen hem ook een beetje hoger opzetten hier. Dat is ook wel gaaf. Even kijken hoe dat oogt als we hier wat opzetten. Even een momentje. Ik denk dat we hem hier kunnen plaatsen. Kijk eens. Dat ziet er toch leuk uit, zulke dingetjes. Ja, ik vind dat wel leuk om gewoon wat te experimenteren. Hup, dan laten we die weer weg. Die billboards. Oh, daar staat een dingetje in. Een boompie. Kan ik komen bij de billboard? Kan ik het doen? Kan ik het doen? Kom op. Laat me bij die billboard. Waar zit die? Waar zit die? Oh, hier zat die. Ja, heel voorzichtig, Vincent. Heel voorzichtig klikken. Je kan het. Je kan het. Hij wil hem niet pakken. Waarom doet hij hem niet? Oh, nu wel. Yes. Oké. De hele achterkant is open, joh. Grappig. Nou ja, niet grappig, maar... apart. Nou, de attractie begint al ergens op te lijken. Ik vind dat er nog wel wat ondersteuningen extra moeten komen. Gewoon puur om... ja, die bergen kunnen op zich wat ondersteuning zijn. Dat zou wel kunnen. Alleen hier zweeft hij over het algemeen wel heel erg... erboven. Dus misschien dat we wel iets kunnen vinden van een paaltje. Zo, inmiddels heb ik wat objecten gevonden. Ik heb dit olifantje geplaatst. Oh, wat een cutie. Kijk nou, hier staat hij. Hij staat te wuiven naar de mensen in een gouden vorm, zeg maar. Ik heb hier nog een lekker steentje tegenaan gezet tegen deze wand. Ik dacht, dat is misschien wel leuk. Een beetje wat extra's. Nou, ik heb nog wat leuke dingen zoals boompjes toegevoegd. Het huisje staat natuurlijk daar. Ik heb wat beeldjes hier toegevoegd, zoals je hier ziet. En ook aan de andere kant staat hier een nelpaardje op het steentje daar zo. En gaan we nog een beetje meer van zulke builders toevoegen. En misschien dat we die builders ook kunnen toevoegen hier aan dit gebied hier zo. Want hier mist nog wel een beetje dat sfeertje, vind ik. Dus hier gaan we nog lekker wat steentjes neerzetten. Misschien kunnen we daar wat steentjes neerzetten. Dat het een beetje een afschermgebied is. Want dit moeten we sowieso gaan afschermen. En misschien moeten we wel zo'n... ja, misschien moeten we wel zo'n laagje gaan maken zo. Ja, dat zou misschien... oh, het gaat door de wacht heen. Dan haal ik het gelijk weg al. Kijk, misschien zoiets. Kijk, dat oogt wel weer wat beter, vind ik persoonlijk. En misschien kunnen we dat hier ook wel even doen. Dat dat extra laagje gewoon, een klein laagje, dat overeenkomt met die grote... dat je steeds een laag hebt die hoger ligt. En dat had ik ook aan het einde hier aan de zijkant. Kijk, dit is natuurlijk ook vet dat je hier natuurlijk die palen hebt. En misschien is het leuk om... kijken. Misschien kunnen we daar wel een soort riviertje maken. Ik weet niet of het mogelijk is, maar dat hier tussendoor nog wat water doen. Ik weet niet hoe dat er dan uit gaat zien uiteindelijk, maar... kijk hoor, als we dit hier gaan doen... dat sluiten we een beetje af door een beetje dit te draaien. En misschien wel een wat kleiner laagje. En dan doen we hier nog een kleiner laagje zo. Kijk, dan oogt dat weer wat leuker, vind ik persoonlijk. En dan kunnen we dat hier ook nog wel doen, dat kleine extra laagje. En misschien kunnen we er dan ook wat steentjes tegenaan flikkeren. Kijk eens. Gooi we er gewoon tegenaan, huppakee. En misschien kan ik hem hier nog even wat neerzetten. Kijk, dit oog weer wat beter. En hier in de grond zetten we nog wat steentjes. En dan doen we dat hier ook, als dat lukt. Even kijken. Eentje hoger, zo. Kijk, dit ziet er goed uit! Misschien moeten we dat hier dan ook allemaal eventjes doen, dat mensen hier kunnen lopen. Gewoon voor de extra. En dan hebben we hier een pleintje. Misschien is dat leuk, een pleintje. Gewoon een extra pleintje. Even kijken hoe dat met die ondersteuningen van die trappen, of dat een beetje leuk lukt. Maar dat zal er wel heel gaaf gaan uitzien. We gaan een ritje maken. Ik vind, jullie hebben lang genoeg gewacht. Ik wil gewoon in mijn eerste ritje meemaken in deze attractie. Ik bedoel, hij is ontzettend gaaf en geworden, vind ik persoonlijk. En hij ziet er leuk uit. Het aankleden, dat helpt wel. Want hij ziet er gewoon heel saai uit als hij niet aan is gekleed. En ik vind persoonlijk dat hij... Die bergjes die ik heb gemaakt, dus die er wat donker zijn, dat die overeenkomen met dit mos wat hier op die stenen ligt. Dus ik vind dat het wel een beetje goed matcht met elkaar. Ik weet niet of jullie het mee eens zijn, maar wij gaan gewoon een ritje doen in deze attractie. Ik ben heel benieuwd. We gaan dus eventjes het spel vooruit doen. Het kan misschien een beetje lekker, maar dan komt dat hij, als hij naar deze kant kijkt, moet hij natuurlijk het hele park gaan laden. Dat is dus logisch. We gaan dus een ritje maken. Ik ga hem afspelen. We gaan erin zitten. Het duurt eventjes met laden. Maar daar zitten we hoor. In de bootjes. In de botekes. En we gaan omhoog. De kleurtjes moeten nog aanpassen van de boot. Alhoewel het rood komt dan wel een klein beetje overeen met het Japanse thema. Maar die gaan we nog aanpassen. Ik ben heel benieuwd naar deze attractie. En of het een beetje een succes wordt. Ik vind hem nu al spannend. Oh, daar gaan we. En zoals je ziet is die berg nog een beetje kaal daar. Ik krijg een melding, maar ik kan lekker niet zien wat voor melding. Oh jee, onze eerste daling al. Oh!
En hoor die kinderen, hoor je al in je hoofd, hoor je ze gillen. Waar gaan we heen? Nou, het ziet er nog een beetje kaal uit, vind ik hier en daar. Maar ik ben er wel een zeikertje, dat weten jullie inmiddels. Ik vind dat dat altijd wel een beetje netjes achtergelaten moet worden. Dus we gaan nog even kijken naar de bosjes en de bloemetjes die we eventueel kunnen toevoegen. Zoals je ziet ging ik net door dat kleine stukje rots heen. Dat was even een onrealistisch punt. Maar dat, kijk, dit vind ik gaaf. Deze kant, als je hier naartoe kijkt. Prachtig, we draaien vanzelf wel, hoop ik. Gaan we draaien of zit ik nou met mijn rug er naartoe te kijken? Nou, we draaien niet meer. Ja, we draaien precies de verkeerde kant op. En kijk eens, dit ziet er gaaf uit. Nou, dan draaien we. Ik word een beetje misselijk van deze attractie. Misschien is dat wel de bedoeling. Oh, we komen tegen die palen aan. We botsen overal tegenaan, waardoor we extra rondjes draaien. En hier, als het goed is, hebben we een vaartje naar beneden. Woehoe! Ja, dit is een best wel... Voor mij word je best wel nat in deze attractie, heb ik het gevoel. De hele fontein stroomt in dat bootje. Nou, die extra ondersteuning heb ik toegevoegd, zoals je ziet. Die dikke palen. Het is natuurlijk heel apart om dat zo te zien. Maar anders zie je helemaal geen ondersteuning erop. En dat vind ik zonde. Hier komen we in een dunner, smalle paadje. Nou, daar is nog wat kaal, zoals je zag. Kunnen we nog wat meer bosjes toevoegen. Hier is het helemaal kaal. En hier komen we dan weer bij een rots. En die rots loopt net... Ja, natuurlijk zou je weer zien dat we in die rots lopen. Overal kan die op botsen. Overal. Maar waar wij de rots plaatsen, zal die ook weer doorheen komen. Dat zul je altijd zien. Nou, lekker ruig. Hier komen we echt overal tegenaan. Hier komen de eerste... Oh, nou, we hadden al heel veel watervallen hier. Dus hier word je gewoon keihard nat. En nu komen we, als het goed is, bij een omgeving die mistig moet zijn. Ja, kijk, dit effect heeft geholpen. Zoals je ziet heb ik een mist toegevoegd. Zodat je, als je hieronder gaat, dat het wat spannender uitziet. Hier gaan we omhoog. Het is best wel een vrij lange rit trouwens. En ik maak zulke attracties nooit. Wat je hier ziet, maak ik nooit. Dus het is eigenlijk wel een klein beetje uniek te noemen voor mij. Maar het is dat jullie het zeiden in de comments. En ik had zoiets van, laten we het gewoon doen. Het was wel eerst als idee van, zal ik het doen? Ik kan het niet laten, bibbidi babbidi boe. En nu staat hij er. Nou, hier word je dan nog een beetje nat. We gaan nog even onder het gebouwtje door, zoals je ziet. Oh, net eronder door hoor. Het past net. En dan komen we hier bij het einde. Wordt nog één keer toegetakeld. En dan gaan we ook nog even kijken hoe dat station eruit ziet. Want dat is heel kaal. Ik denk dat we nog een vloertje erin moeten leggen. Maar dat doen we dan de volgende aflevering. En dan gaan we ook nog even het verder aankleden. Want deze attractie moet natuurlijk 100% afgaan. En dan kunnen wij het publiek vragen om hierin te gaan. In deze attractie. Nou, het einde is natuurlijk een beetje saai natuurlijk. Je wordt omhoog getakeld. Maar hier is dus uiteindelijk het station waar je dus weer uitstapt. Nou, het is heel kaal hier. Misschien kunnen hier en daar nog wat plantjes toevoegen of wat Inca beelden. Het station is natuurlijk best simpel. Dit was de Piranha. Ik moet een naam geven, ik weet het. Zullen we iets doen met even kijken hoor. China River. China River, dat klinkt wel heel cliché, daarom. China Rivercraft. De China Rivercraft, ik vind dat een heel mooi idee. Zo noemen wij deze attractie. Het baanontwerp is gelijk opgeslagen. Ik heb er niet om gevraagd, maar ze doen het gewoon. En dan gaan we de karretjes even kleuren. Want dat is iets... misschien kunnen we de karretjes zelfs aanpassen. Want je hebt volgens mij meerdere karretjes. Dan moeten we even sluiten. Nee, we hebben geen meerdere karretjes. Soms heb je wel eens dat je andere karretjes kan kiezen. We kiezen voor rood. Met misschien... Misschien kunnen we meer roze doen. Dat is misschien meer wat Japans. En dan gebruiken we gewoon wat meer groen ook. Omdat er ook wat groen is hier in de omgeving. En dan gebruiken we de karretjes worden dan wit. Kijk, dat is wel een beetje Japans kleurtje. En dan aantal wagentjes doen we natuurlijk wel om 3 bootjes. Kunnen wij 3 bootjes? Dat is echt triest. Aantal wagentjes 3. Nou ja, het kan niet anders. Het station is heel klein, ik weet het. Ziet er wel fantastisch uit natuurlijk, vind ik persoonlijk. Ja, dit was alweer de aflevering. Het ging alweer heel snel, vind je niet? Het ging zo snel, dus het gaat altijd zo snel. Als je eenmaal lekker bouwt, dan heerlijk. Laat zeker een like achter als jullie vinden dat het gewoon een hele toffe video was. En ook een hele toffe uitbreiding van deze attractie. En dan zie ik je volgende keer terug met een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 video. Doei doeg!